Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het kanaal van Xenos. Mijn naam is Janette en misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal. En vandaag ga ik een makeover geven aan mijn slaapkamer met alleen maar spullen van Xenos. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Sinds een maand woon ik nu ongeveer in dit kleine huisje. En mijn huisje kan wel echt een makeover gebruiken, zeker mijn slaapkamer. Want het is echt gewoon nog een beetje saai. En wat heel fijn aan Xenos is dat je eigenlijk met een klein budget, zeker als je bijvoorbeeld student bent, hele leuke dingen kan kopen. En ga ik dus met een klein budget makeover geven aan mijn slaapkamer. En wat ook nog eens heel erg leuk is om te weten, je hebt verschillende woonstijlen op Xenos. En ik heb gekozen voor de Pure by Nature stijl. En dat is dus een lijst met allemaal spulletjes die in die stijl passen. En dat staat een beetje voor rust en balans. Je hebt ook heel veel aardetinten, vind ik heel erg mooi. Mijn hele huis bestaat er eigenlijk uit. En ik heb daar heel veel dingen van gekozen. Ik heb ook nog wat andere dingen gekozen. En ik ga jullie gewoon lekker allemaal laten zien welke spulletjes ik heb gekozen voor de makeover van mijn kamer. Ik begin bij de Pure by Nature spullen, zodat dat allemaal bij elkaar zit. En daarna laat ik de andere spulletjes zien. En ik heb als eerste deze echt hele leuke mand. De mand ziet er leuk uit en hij is super handig, want je kan er dus echt allemaal spullen in doen. Hij is echt super groot. Je kan er make-up in doen, boeken. Maar je kan er ook gewoon een kleedje in doen. Ziet er ook heel erg leuk uit. Dus deze komt zeker om een nieuwe slaapkamer te staan. Ik ben er echt heel erg blij mee. En het ziet er ook nog eens heel erg leuk uit. Als volgende zag ik dit hele schattige lampje. Ik heb nu een grote lamp van Xenos. En ik merk dat er best wel veel licht vanaf komt. En soms in de avond is het ook gewoon fijn om een klein lampje aan te doen. En toen zag ik dus deze. En deze werkt gewoon op een batterijtje. Dus dat is ook nog eens super fijn. En ik dacht heel leuk voor op mijn nieuwe nachtkastje of hier in het raamkozijn. Echt super schattig. Dan kan je natuurlijk niet genoeg kussens hebben. En op mijn nieuwe bed moeten zoveel mogelijk kussens. Dus daarom heb ik dit hele lekkere teddykussen in een beetje gebroken witte kleur. Ik hoop dat je het goed ziet, maar hij is dus helemaal van teddy. Hij is super zacht. En hij past echt perfect op mijn bed. Ik vind het gewoon leuk om allemaal verschillende kussentjes op mijn bed neer te leggen. En bij Xenos hebben ze er echt heel veel. Dus dat is dit hele leuke kussentje. Echt super blij mee. Ik ga hem ook gelijk gewoon zo hier neerleggen bij de rest. En dat kan je dus gewoon combineren met allemaal andere kussentjes. Er was één muur in mijn kamer die ik echt best wel saai vond. Dus ik heb een wandkastje besteld. Ik zag deze en ik vond hem echt super leuk. Hij is een beetje groot voor het beeld. Maar ik dacht, hoe leuk als je hier leuke plantjes inzet. Die kan je ook bij Xenos kopen. Echte en ook neppe. Of leuke kaarsjes. En ja, ik zag het gewoon helemaal voor me. Dus die ga ik dan zo ophangen aan de muur. En dan ga ik er allemaal leuke dingetjes in zetten. Ja, het is ook super handig, omdat dan niet alles op de grond staat. Maar je gewoon de muur, de ruimte van de muur gebruikt. Want mijn kamer is namelijk niet echt super groot. Kijk, die kan je er dan ook zo inzetten. Echt mega leuk. Dus dat is het wandkastje. Dan als volgende heb ik een nachtkastje uitgekozen. Echt een hele leuke. Ik heb hem al in elkaar gezet. Ik dacht, dat is wel zo leuk voor de video. Maar het is dus deze. Echt een hele mooie kleur. En omdat je alles in deze stijl hebt, past ook alles bij elkaar. Dus dat vind ik heel erg fijn. En je hebt dus ook opbergruimte. Best wel veel. Best wel grote la in. Dus daar kan je dus ook weer allemaal spulletjes in doen. En ik dacht misschien met een leuke kaars of een vaasje erop. Of weer dat lampje bijvoorbeeld. Ik zag het helemaal voor me. En dan lekker dicht bij mijn bed kan ik er wat spullen op zetten. Echt heel erg leuk. Dus hier ben ik super blij mee. Echt een heel erg leuk kastje. Dan heb ik ook nog een hele lekkere kaars uitgekozen. Namelijk deze. Die is ook van die lijn. En deze ruikt naar linnen. Echt super lekker. Dus lekker voor in het nachtkastje. Maar het is echt een topgeur. Echt een aanrader. Volgens mij is het ook een nieuwe geur. Dus zeker een aanrader om te proberen. En hij was dus echt maar iets van 3 euro. Dan heb ik echt een hele gave spiegel uitgekozen. Ik was dus heel erg aan het twijfelen. Ga ik dat wandkastje op die muur doen of die spiegel? Maar nu ik de spiegel zie, denk ik, wauw, deze is ook wel echt heel erg mooi. Maar in ieder geval echt een hele leuke spiegel. Hij is super groot en ik hang het dus altijd op met tape. Ik zal even gelijk een hele handige tip geven. Deze tape is ook gewoon van Xenos. En daar heb ik dus ook allemaal schilderijen en zo mee opgehangen. Hoef je geen gaten in de muur te maken. Want heel vaak zijn de studentenkamers huurhuizen. Heb ik ook.
En dan hang je het gewoon met dubbelzijdig tape op. Echt een aanrader. Helemaal zo'n wand vol met spiegels vind ik ook heel leuk. Dat ga ik in mijn woonkamer doen. En die video komt op mijn eigen kanaal. Als je daar benieuwd naar bent, moet je daar eventjes naar kijken. Ik heb alleen maar hele grote spullen om te laten zien. Maar ik heb dus ook een nieuwe wasmand. Ik had namelijk nu een soort zak waar ik al mijn spullen in deed. En het zag er niet uit en het was niet handig. Dus ik heb een nieuwe wasmand. En ik vind deze echt mega leuk. Hij past helemaal in de stijl. En dat is namelijk deze wasmand. Ja, je kan hem niet helemaal zien. Oh, nu wel. Maar hij is gewoon super handig. Hij is licht. En gewoon groot. Er kan veel was in. Ik ben er heel blij mee. En ik vind het ook heel erg leuk. Er zit dus ook een zak in. Dus die zak kan je er zo uithalen. En dan kan je je was zo naar de wasmachine tillen. Dus dat is super handig. Hele leuke wasmand. En die krijgt ook een leuk plekje in mijn slaapkamer. Dan had ik het net natuurlijk over dat superleuke teddykussen. Maar ik heb nog een heel leuk kussen. Ik ben hier echt zo blij mee. Het is namelijk deze. Kijk hoe leuk deze is. In een hele mooie bruine kleur. Je hebt hem ook in het beetje wit beige. Ook echt super mooi. En ik dacht heel leuk voor op mijn bed. Dat is mijn nieuwe kussen die hier ook lekker bij komt. En kijk hoe leuk dit ook samen staat. In een leuke maan. Ik ben echt helemaal happy met dit nieuwe kussen. En deze zijn ook volgens mij nieuw bij Xenos. Echt super leuk. Echt een aanrader. Ook leuk om als cadeautje te geven. Voor als bijvoorbeeld iemand is verhuisd. Dan heb ik nog wat nieuwe pampas. Ik had al best wel veel pampas. Maar ik dacht misschien voor op dat nachtkastje met een leuk vaasje. En pampas kan je gewoon echt niet genoeg hebben. Ze hebben echt super veel verschillende dingen. En ik dacht, kijk hoe fijn. Dus die heb ik er nog even bij besteld. Ik weet nog niet precies waar ik het in ga doen. Maar wel heel erg leuk. En echt een tipje, je moet er wat haarlak over sprayen. Want dan valt hij niet heel erg uit. Dat heb ik ook gedaan. En dan als laatste heb ik nog echt iets superleuks. Ik heb namelijk nog een kleed, zo'n rieten kleed, als je dat zo noemt. Zo eentje. Want ik heb dus namelijk wat, nou niet echt gaten in de vloer, maar de vloer is bij sommige stukken best wel lelijk. Dat het hout een beetje weg is. Dus toen dacht ik, nou dan leg ik er toch gewoon een kleed overheen. Het ziet er nog leuker uit. En je ziet die gaten niet meer, dus dat is echt een topoplossing. Dus die gaat ook lekker in mijn slaapkamer liggen. En ik zal zo wel even laten zien hoe dat er dan uitziet. Nou, dit waren dus de nieuwe spulletjes die ik heb geshopt bij Xenos. En jullie zijn vast nu heel benieuwd hoe het eruit gaat zien in mijn kamer. Dus dat ga ik jullie nu laten zien. En dan heel veel kijkplezier. Kijk, dit is net wat ik bedoelde op de grond. Maar kijk, dan doen we gewoon deze erop. Ziet er en super leuk uit. En je ziet die gaten niet meer. Echt een topoplossing. Dus dat is het eerste item. Kijk, dit was dus de lamp waar ik het net over had. Die is dus ook van Xenos. En ik ga dus op mijn bed deze nieuwe kussentjes leggen. Kijk, en ik vind het dan gewoon leuk om ze wel een beetje nonchalant gewoon neer te leggen. En dan heb je echt zo'n bed vol met kussentjes. Echt heel erg leuk. Kijk, ik heb nu dat pampas zo gedaan. En die zo. Ik vind het heel cute eruit zien. Echt veel leuker ook. En ik dacht dan met die leuke mand er zo naast. Ja, echt heel leuk. Kijk, ik ben er echt zo blij mee. Oh ja, dit is een mokhouder van de Xenos. Ook super handig, hangt dus mijn sieraden aan. En hier doe ik mijn ring altijd omheen. Maar ik denk dat ik dus heel even die spiegel hierachter ga zetten. Want ik weet nog niet waar ik hem wil. Als ben ik bang dat het misschien een beetje druk wordt. En ik heb dus die wasmand hier neergezet. Ook echt super leuk. Als je hier dus binnenkomt, ziet het er dus zo uit. Dit is nu het einde. Hoe het is geworden. Vooral dit vind ik echt heel leuk. Dan was dit de video voor het kanaal van Xenos. Vergeet zeker niet te abonneren. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat dan zeker een leuke comment achter. En dan hoop ik je heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!